De EVT en rederij Doeksen lissen al jaren met elkaar in de clinch. De EVT zei dat er rond is voor 12 veertiensten, de steertsecretaris vindt van net. Daarom had de EVT per 1 februari ophoren. Ook de burgemeester van Skiel gewol dat. Want Doeksen zal oors, vanwege de hege kosten, afwaarten skrossen en daar werden de eilanders de dupe van. Leerlingen die dagelijks in het openbaar vervoer 's ochtends op tijd op een middelbare school in Harlingen moeten zijn en bij voorkeur 's avonds ook nog op een gepaste tijd weer terug thuis. Melkveehouders die niet dagen kunnen wachten dat hun melktanks worden leeggehaald. Dus er moet frequent vervoer zijn van vrachtwagens. In de Haagse rugbank stienen de EVT en Doeksen in oorlogkoor. Doeksen zei dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. We hebben natuurlijk in vergelijking met hun hebben natuurlijk ook een veel groter kostenbeeld, maar dat is ook niet zo gek. Wij moeten aan allerhande verplichtingen voldoen. We moeten 3 passagiersterminals moeten we hebben, reserveschepen, een snelboot en een reserve ro-ro-schip. 5 schepen, veel groter personeelbestand. Ja, dan klopt het dat onze kosten hoger liggen dan die van EVT, maar ze zijn niet extreem hoog. De rugbank docht op Artis Dij uitspraak. Dan wordt duidelijk of er na 4-4 een eind komt onder eigen veerdienst ter Schelling. Want een verbod van de rechter had 4 gevolgen. Kijk, de boekingen die komen dan stil te vallen. En dan is eigenlijk het gevolg daarvan dat je inkomstenstroom stil komt te vallen. Ja, en dan ligt een faillissement natuurlijk op de loer. Dat is onomstotelijk en daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Dat klopt.